Expeditie Oost. Goedemorgen allemaal, Expeditie Oost, vanmorgen in Deventer. We zijn er eigenlijk op geluk naartoe gegaan en dat geluk hebben we. Want een stukje verderop, op een terras, kwamen wij vanochtend tegen een actrice van naam. Zeker in onze eigen provincie, en dan heb ik het over Joanna ter Stegen. Heeft natuurlijk grote rollen gespeeld, ooit begonnen met de film Spoorloos en daarna grote rollen gehad, internationaal. En die zit hier gewoon op een terrasje. Ja, ze weet dat we eraan komen, ik ga haar niet helemaal overvallen. Joanna, goedemorgen. Nee, maar Bert. Nee, maar Johanna. Nee, maar Bert. Wat doe je hier? Wat ben jij nou hier? Nou ja, ik zag je hier zitten. Ik kom langs en dan ben ik benieuwd wat je hier doet eigenlijk. Want je bent niet zo gek vaak meer in Overijssel. Ja, ik ben oh, jawel. We zijn een project aan het voorbereiden. Kijk, ik zit hier met mijn creatieve... Wie zijn dat eigenlijk, deze mensen? Bauke Oldhoff, regisseur, Bauke Oldhoff, schrijver. En we zijn met een project bezig, 2019, zomer. Oh, ja, Hanna van Hendrik. Een stuk wat zich afspeelde op een boerderij. Heel groot theaterproject. Dat ga je in Twente doen? Ja, in Twente. Ja, op het oude vliegveld Twente. En we Bouwen komt uit Friesland. En wij komen uit Overveen en Haarlem. En dan af en toe spreken we hier af. Ja. Hartstikke mooi weer. En voelen we een beetje Twente. Maar dat wordt dan een soort van groot buitenspektakel. Of wat ga je doen dan? Ja, het is een heel groot theater op locatie. Muziektheater op locatie. Want Her Majesty gaat ook meedoen. En het is een verhaal dat over het wel en wee van de boer gaat. En we zien het persoonlijke verhaal, maar we zien ook het maatschappelijke verhaal van de boeren. En het is een droom van mij die ik al heel lang had. Ik wilde zo graag iets maken over daar waar ik vandaan kom en over, over de boer. En, je gaat zelf ook meespelen? Ja, oh, nou, oh. Ja, Bert. Ja. Nou, het zou wel leuk zijn. Het zou wel leuk zijn als jij ook mee zou doen. Of wat dan? Nou, als buurman of zo, die op mijn boerderij zit te azen. Is dat serieus of niet? Ja, dat is heel serieus. Ja. Nou doet hij alsof hij het niet weet, hè, maar hij weet het wel hoor. Hij is namelijk gevraagd en hij gaat het ook doen. Ja, dat is, nou ja, hè, dat... Maar wat vind jij van het idee? Ik vind het een heel leuk idee eigenlijk. Alleen we hebben dat volgens mij nog niet geopenbaard aan het Overijsselse publiek. Oh, nee, het is nog niet... Nee, maar gewoon dat je het gaat doen überhaupt, dat het eraan zit te komen. Oh, nee, ik dacht dat jij ook mee gaat doen. Ja, goed, dat is dan nu geopenbaard. Ja. Gewoon het grote geheel. Ja. Nee, het is nog niet... Nee, maar ik ben wel... Al heel veel mensen weten ervan. Er gaan vrouwenkoren meedoen. En de Loes Havenkort gaat meedoen. Had ik al verteld volgens mij, hè? Uit Wierden. Ja, uit Wierden. En er gaan vrouwenkoren meedoen uit Twente. Er gaat een dansschool meedoen. Kinderen gaan meedoen. We zijn nog op zoek naar jongens die heel goed kunnen crossen op een motor. Die het leuk vinden om daar een paar stunts uit te halen. Nou, bij deze een oproep. En bel Bert maar, want die kennen jullie. Hebben we dat ook geregeld. En et cetera, et cetera. En het wordt deels in het Twents, echte Twents gesproken. En in het Twents-Nederlands. Zo van, hartstikke mooi weer. Hebben we mooi gedaan en zo. En in het Nederlands. Maar het wordt dus op zo'n manier gedaan dat iedereen in Nederland het kan verstaan. Want we willen heel graag dat ook de mensen uit Groningen komen. Uit Zeeland, uit Amsterdam. Samenvatten toch wel best nieuws. Volgende zomer dus een groot spektakel op de luchthaven, voormalige luchthaven Twente. Hendrik van Hanna, Johanna speelt zelf mee. Hanna van Hendrik. Ik had de tekst nog niet helemaal overgeleerd. Nee, precies. Hupstapel dus. Loes Havenkort. Groot spektakel. En we hebben hier de aftrap al vast gehad. Dus nieuws in Expeditie Oost. Expeditie Oost!